In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Sammy. Zij doet aan gangbangs. Monogamie of een open relatie? Open relatie. Werk of hobby? Hobby. Spuiten of slikken? Alle twee! Grote of kleine pikken? Middel. Waarom geven? Heb je geen middel? Ja, middel mag ook. Ah, middel. Geven of nemen? Geven. Wat is een gangbang precies? Een gangbang, dat is meerdere mannen of vrouwen of stelletjes bij elkaar in een groepvorming. En ik als dame dan op dat moment, die geeft zich totaal over. Dus het is al altijd één iemand met een hele groep? Ik heb ook wel eens met meerdere dames erbij. Dat vind ik echt ook leuk, maar als ik alleen ben, ja. Dan is het nog speciaaler. Dan word ik nog meer gestreeld natuurlijk. Zijn we geweldig. Ja. Ja. En is er dan een soort van minimum dat je zegt van bij 15 mensen heet het een gangbang? Of? Ja, nou ja, dat weet ik niet precies. Maar volgens mij is het wel vanaf 7 tot daarboven volgens mij. Maar ja, heb zelf tot 15 man als ik alleen ben. Oké. En hoe ben je hier zo helemaal mee begonnen? Nou, ik had dan mijn fantasie een beetje met mijn partner besproken. En ik was toch wel een beetje zenuwachtig. Ik durfde het niet zo om een mailtje te sturen. Dus we hebben het samen gedaan. Naar Kim Holland. Oh ja? En we hadden eigenlijk binnen een halve dag hadden we al een reactie. Hè? En 2 dagen daarna zaten we er. Oh, zo snel ook al. Ja, en maar wat had je in dat mailtje gezet? Ja, dat ik gewoon nieuwsgierig was. En dat ik, dat ik wel interesse had om een keer een film te willen maken. Oh ja, dus je eerste interesse lag echt bij een film. Ja. En hoe is dan zo die stap gegaan naar gangbangs? Ja, ook via Kim Holland. Die had bij de derde opname hadden we een gangbang. En met hoeveel mensen was dat? 5. 5 mannen, dat was voor het eerst, dus dat vond ik heel spannend, dat weet ik nog wel. Het was heet, het was buiten, maar het was ook echt fantastisch. Ja, vertel eens, hoe was het? Verwennerij. Ik wist niet wat me overkwam van al die mannen niet. Ik voelde me echt koningin, dat je echt zo, wauw. Alsof je in een snoepwinkel zit. Ja, en zodoende ben ik een beetje blijven hangen. Hoe bereid je je hierop voor? Ja, het is eigenlijk heel simpel, gewoon net als iedereen, gewoon lekker douchen. Aankleden. Ja, wel speciale setjes uitzoeken. Oh ja. Ja, daar ben ik wel van. En ja, een beetje make-up op. En dan rij ik er naartoe. Ik heb wel altijd iemand die voor me rijdt eigenlijk. Dus ik ga ook nooit alleen. Gaat je vriend dan mee? Ja. Dus die zet je daar dan af? Doei, schat. Nee, die komt mee. Oh ja. Ja, oh, die moet kijken. Oh, inderdaad. Ja. Er zit nog veel meer achter. Maar nog even een stapje terug van, moet je je ook gewoon vaginaal, zeg maar, voorbereiden? Moet je oefeningen doen of moet je... Nee. Gewoon voor zorgen dat je jezelf om de zoveel tijd bij de GGD laat onderzoeken. Ah, dat raad ik wel aan. Dat doe ik wel namelijk. Ik vind het verplichting naar mezelf, zoals naar de mensen om me heen. En dan zitten jullie dus in de auto en dan zijn jullie er? En dan? Ja, en dan is het meestal een half uurtje voordat de deuren open gaan. Ja, dan ga ik me echt in mijn pakje, wat ik op dat moment aan moet doen, ga ik aandoen, ga ik mijn haar stylen. En dan ga ik wachten totdat iedereen aankomt en dan ga ik iedereen binnenhalen. En dan zit jij gewoon en dan komt gewoon iedereen binnen? Ja. En dan? Ja, dan ga ik eerst een kwartier altijd even interesse tonen hoe het gaat met ze en of ze leuke dagen hebben gehad. Even wat drinken, even iedereen op gemak stellen. En dan ga ik iedereen op de duur zeggen van, nou ja, nu hebben we al zat geluld. Nou wil ik een piemel in mijn mond en dan neem ik iedereen mee. Hoppakee, inderdaad. Hoppa. Nou moet de piemels in mijn mond, zeggen. Genoeg geluld. Oh ja? Ja. Klaar met lullen, dan moet de piemels in. Ja. Oh, leuk. Ja, dus en dan gaat iedereen mee. En wat zijn dan de dingen die je vooraf bespreekt? De dingen die ik niet doe, maar dat is vrij weinig. Ja, wat zijn dan de dingen die je niet doet? Nou. Oh ja. En dus voor de rest? Ja, alles. Ja? Ja. Als ze je een klap in je gezicht willen geven, dan mag dat? Ja, maar niet uit. Ze weten wel ondertussen mijn grenzen. En hoe vaak doe je het dan ongeveer in de week? Nou, nu door de nieuwe coronaregels is het wat minder. Maar het komt wel weer op gang. Maar voor die tijd had ik toch wel 2 of 3 gangbangs per week. Wow, dat is wel echt een flinke training, denk ik. Een topsport. Ja, dat is echt topsport, toch? Heerlijk. Maar moet je niet na 1 keer in de week dan even bijkomen? Ligt eraan hoe groot de groepen zijn. Ja. Als ik elke keer een groep heb van 20 man of 30 man met z'n tweeën, dan vind ik het zwaarder dan dat ik een groepje van 15 man alleen heb. Ja, en wat is bijvoorbeeld het meeste wat je ooit hebt gehad? Op 1 dag?
Ja, gewoon aan mensen, dus de meeste mensen in de ruimte. Nou, op één dag, dat is dan in Londen geweest, had ik 3 gangbangs op één dag. En dat waren denk ik rondom de 20. Oh, dus 60 mensen in maar totaal. Toen was ik echt kapot. Ja? Ik ben een week bezig geweest met bijkomen, ja. Maar gewoon kapot van binnen, gewoon helemaal doorgenuikt. Echt, ja, dat was echt too much, ja. Maar wel weer leuk, het was een hele leuke ervaring. Maar ik hou toch maar op 2 gangbangs per dag. Dat heb ik wel besloten. Ja, je max is nu 2 gangbangs per dag. Ja. En dan max 17 mensen. Ja. En word je dan in ieder gaatje zit wel een piemel? Ja, behalve in mijn Arie natuurlijk. Ja. Maar ja, en mannen zijn dan... En mogen er ook bijvoorbeeld 3 dingen in? Of hoe... Ja, ligt er net aan. Nou, 3 dingen. En ik heb niet zo'n hele grote poes, dat weet ik wel. Maar dus dan bijvoorbeeld 2 voor je vagina is de max? Ja. En dan met je mond? Ja, wat wil je met de mond? Ik doe alles met de mond. Ja, dus dan ben je gewoon de hele tijd aan het likken of ja, aan nou het ja, pijpen? Ja, soms 2 piemels of 2 zakken onder me. Ja, en dan ben je gewoon alleen maar aan het aftrekken en aan het pijpen en aan het doen. En, ja, vooral aan het pijpen. Ik ben wel een pijpenfanaat om zo te zeggen, ja. Wat vind je er nou zo leuk aan? Ik vind leuk de aandacht te krijgen. En dat vlinderige gevoel in mijn buik. Maar ondertussen word je toch zo hard geneukt? Zeg maar, hoe kan je het dan überhaupt over vlindertjes hebben, vraag ik me af. Want je wordt... Vlindertjes? Nou ja, ja, het is gewoon vlinderig. Je bent natuurlijk met van alles bezig. Met... meerdere. Je bent wel aan het neuken, om het zo maar te zeggen. Maar je bent ook aan het... Je bent gewoon met alles bezig. Maar het is zoveel tegelijk dat je zo gaaf, intens gevoel krijgt van binnen. Maar ben je dan zo aandachtsschel? Nou, blijkbaar wel, ja. Ja. En waar komt dat vandaan, denk je? Oeh. Goeie vraag. Misschien omdat ik mezelf nooit zo heb gezien. En dat ik er nu achter kom dat ik mezelf wel mag laten zien. En dat ik het ook mag voelen. Want eerst was ik eigenlijk het meisje in een hoekje. En waarom is dat zo veranderd dan? Zat het dan dus wel altijd heel erg in je om... Ik denk het stiekem wel. Ik ben wel altijd zoekende geweest van hoe kan ik mezelf wat meer in beeld brengen. Maar ik was gewoon te verlegen, denk ik. En nu heb ik gewoon zoiets, nou, ik ga niet meer verlegen zijn. Dag. Maar heb je ook dan iets in te halen voor je gevoel? Iets in te halen van vroeger? Ja, ik heb wel vervelende situaties meegemaakt in het verleden qua misbruik. Hmm. Waardoor ik eigenlijk het qua seksgedeelte echt heel naar ben gaan zien. Dat het moest. Als je niet wou, moest je ook. Ja, jij werd gedwongen, zeg maar. Ik werd daar wel echt bij bepaalde relaties gedwongen, ja. En daardoor had ik ook tegen mezelf gezegd, nou, ik ga als non leven. Ik blijf thuis en ik doe niks meer. Gewoon helemaal afzweren. Ja, en dat is niet goed. Op de duur ben ik mezelf liefde terug gaan zoeken door het te gaan uitvinden en hulp daarbij gaan vragen. En ik dacht altijd van, nou, dit is helemaal achterlijk. Dat kent toch niet door mijn verleden. En... Maar eigenlijk ben ik blij dat ik het gedaan heb. Ja. Want ik heb nu wel weer het vertrouwen in de man teruggekregen hierdoor. En in mezelf. Want niet iedereen is hetzelfde. Het zijn maar bepaalde mensen. En ik kan wel weer van seks genieten. Want nu weet ik wel hoe het hoort. Hoe heeft eigenlijk een beetje je omgeving erop gereageerd dat je dit ging doen? Nou, niet goed. Joh. Nee, niet goed. Niet bepaald goed. Nee, nee. Want iedereen vond het een moeilijk. Nou ja, moeilijk. Ik weet niet. Ik heb er geen idee. Ze hebben alleen maar gezegd, ik wil niet geassocieerd worden met je. En, je bent niet meer de persoon die ik ken. Nou ja, prima. Is goed. Ik ga leven. Ja, ik moet verder. Ik moet verder en ik kan niet blijven hangen aan mijn omgeving. Maar had je dat verwacht? Dat je dierbaren zo zouden reageren? Nee. Dit had ik totaal niet verwacht. En ben je iedereen daardoor kwijtgeraakt? Ja. Of? Ja, echt? Ja. Dat is wel pittig, toch? Het doet wel pijn, elke dag nog. Ook mijn beste vriendin, die zie ik niet meer met kindjes. Dat doet me hartstikke veel pijn. Ik was er elke dag. Maar ja, ik heb ook zoiets op de duur. Het moest zo zijn dan maar. Hmm. Het moest zo zijn, zo zie ik het. Ik ben gewoon wel nuchter in geworden. Eerst kon ik me heel druk erover maken. Maar ik leef. En ik laat me niet leven door hun taboe. Ja, dus je gangbangs die hebben er echt mee geholpen eigenlijk om daar weer overheen te komen. Ja. Te komen. Hey. Ja, dan gaan we weer even terug naar de praktische kant. Ja. Hoe kan je lichaam al die pikken aan? Sorry, die vind ik leuk. Geen idee. Gewoon ermee aan het werk gaan.
Ja, maar... Ik leef gewoon gezond. Ik eet gewoon gezond. Ik sport. Ja, je moet wel een beetje conditie hebben. Ja? Dat dan wel. Ja. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. En gezond eten. Maar doet het niet pijn? Bijvoorbeeld nee, al die nee. dat je zo op lang de duur, wordt geneukt. Na vijf uur bedoel ik. Sorry. Oef. Voelt een beetje beus bij mij. Maar ik vind 5 uur ook wel echt heel lang. Ja. Om aan 1 stuk doorgeneukt te worden. Nee, ik heb wel om het uur even 10 minuutjes pauze. Oh, oké. Okay. Ik moet toch ook plassen? Denk je van alle klaarkomen dat je niet naar de wc moet? Tuurlijk wel. Maar het is niet dat je op een gegeven moment gewoon echt een soort van heel rauw gevoel krijgt. Dat je denkt van, oh. Nee, het is meer bij mij van het klaarkomen dat ik even last krijg van mijn onderbuik. Dat ik wel even bij moet komen, maar van mijn dood zelf niet. Want daar was ik ook benieuwd naar. Kom je zelf eigenlijk klaar? Ja, continu. En ja? Dat is juist... Ja, dat is het zwaarste voor mij. Maar soms moet ik wel eens een kwartiertje eerder stoppen erdoor. Want dan ken ik gewoon echt niet meer. En dan ben ik echt te vaak klaargekomen. En hoe snel kan je bijvoorbeeld achter elkaar klaarkomen? Nou, zeker toch wel 1/2 minuut. Dat het doorgaat, dan moet ik wel stoppen. Want anders ga ik al te duur oud. Is dat wel eens gebeurd? Ja, meerdere keren al. Wat gebeurt er dan? Ja, dan val ik gewoon flauw van het klaarkomen. Zo intens en vaak achter elkaar. Maar dan ben ik met 1 minuut ben ik weer bij en dan ga ik weer verder. Dan wil ik nog meer. Jeetje, Mina zeg. Nou, je daagt je psyche ook wel uit dan. Heerlijk, toch? Dat ja. is toch... Oh, dan word je ego gestreeld hoor, hoe lekker dat is. Ja, maar je komt dus wel ook makkelijk, ja. zeg je. Kan je nog genieten van seks in je eigen privéleven? Ja, nog veel meer. Ja? Ja, ik heb dan wel met mijn partner altijd de regel als ik seks heb gehad. Van nou, ik wil daarna, moet ik wel echt seks met jou nog hebben thuis. En dat is gewoon omdat het extra intenser is. Om helemaal alleen te zijn met iemand. Ja, dan zeg ik van zo, lekker dirty hè, was het. Nou, dan gaan we gewoon terug eigenlijk in die gangbang feeling. En dan heb ik gewoon wel alleen seks met hem. Maar dat vind ik zo, ja, intens geweldig. Het geeft een beetje een andere gevoel aan je seksleven... Wat ik normaal gesproken gewend was. Nu heb ik gewoon zoiets van zo, nu heb ik die afgewerkt, nou wil ik gewoon jou, moet ik hebben. En ben je dan niet juist helemaal gesloopt? Nee, ik heb die energie juist op dat moment en ik moet het ook echt hebben dan. Ja. En dan, als ik dat heb gehad, dan ben ik moe. Ja. Ja. Hoe is dit überhaupt voor je vriend, dat jij dit doet? Hij vindt het geweldig, hij kikt erop. Ja. Dus het komt voor mij mooi uit. En wat vindt hij daar dan, denk je, zo geil aan? Het genot die ik heb op dat moment. Ja. Ja, dat vindt hij lekker om te zien, vindt hij mooi. Want denk je, of ik denk dat er heel veel mannen zijn die het bijvoorbeeld heel lastig zouden kunnen vinden dat hun vriendin het met zoveel andere mannen doet. Ja, snap ik. Maar snap je dat? Er komt geen gevoel bij. Maar komt er echt totaal geen gevoel bij? Nee, want ik weet op het moment dat ik met die mannen seks heb, dat er geen, ja, er is intens gevoel qua seks, maar niet, ik hou van hem. Ja. Kijk, ik hou ook al van mijn fans. Maar niet als mijn partner. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Nou, dat was hem. Ja. Hey, eet jij eigenlijk liever avond voor de tv of gewoon aan tafel? Voor de tv. Ja, vind je dat lekker? Ja. Ja? Gewoon lekker botje op mijn knietjes, kussentje erbij. Ah ja, chill, ja.